Ja, Michael Hart heeft bij jou de dreun van MCM nagewerkt. Ja, dat heeft wel even geduurd, moet ik zeggen. Ik vind nog steeds niet dat wij van M mogen verliezen. Maar ja, zeker de manier waarop is natuurlijk gewoon zwaar teleurstellend en niet goed. Dat is pijnlijk en je moet zeggen dat doet zeer. Nogmaals, ik vond het geen goede wedstrijd, maar als je dan 88 minuten 1 voorkomt, mag je dat nooit meer weggeven. Ja, de meeste pijn deed denk ik op de manier hoe jullie de twee goals tegen weggaven. Ja, precies wat je zegt. Kijk, als ik aan allemaal van kind een slechte wedstrijd spelen, alleen... Ja, die op die manier de goals weggeven en ook nog in dat tijdbestek en in dat deel van de wedstrijd, dat is natuurlijk dramatisch. En dan snel de knop omzetten, is dat makkelijk? Ja, weet je, die dag na blijft er wel even hangen. Alleen, je zult moeten, hè. Dus kijk, ik had liefst dinsdag alweer en woensdag alweer een wedstrijd gespeeld. En dan kun je revancheren met elkaar en laat zien dat we tot betere dingen in staat zijn. En, dus ik heb in ieder geval zin aan morgen weer en voor mij mag het wel beginnen. Ja, weer een ploeg die net gepromoveerd is, hè? Ja, eens. Ik moet zeggen, ze hebben 19 punten. Ze hebben vorige keer in de Kuip gewonnen, dat is heel knap. Ze doen het gewoon naar behoren. Als je 19 punten staat en je bent net gepromoveerd, dan heb je het gewoon uitstekend gedaan in het eerste seizoen zelf. Zijn nog verder in de beker ook. Dus weet je, petje af daarvoor. Ik denk dat zij heel veel verrassend bij heel veel mensen. Ja, dat denk ik wel. Alleen, weet je, dat was bij M misschien ook zo. M heeft nu ook al 17 punten. Alleen nogmaals, ik vind wel dat wij daar moeten winnen. We moeten daar naartoe gaan om te winnen. Kijk, we moeten niet doen alsof Fortuna Ajax of zo is. We moeten wel zelf het beste uit ons naar boven halen. Want anders zijn we ook maar een matig ploegje. Dat hebben we vorige week zeker de tweede al wel gezien. Heeft het een voordeel voor jullie dat zij deze week al gespeeld hebben in de beker? Ja, dat kan. Maar ze hebben wel gewonnen. Dus kijk, als je nou verliest, zou je zeggen van ja. Alleen ze hebben wel 90 minuten in de benen, maar ze hebben wel een aantal wisselingen doorgevoerd in de beker. Zeg maar. Weet je, het moet blijken of dat een voordeel is. Maar wij moeten gewoon ons eigen ding doen en dan ben ik van overtuigd dat wij 3 punten kunnen halen daar. Hoe kijk je naar Fortuna? Wat vind je de kracht van de ploeg? Weet je, ze hebben natuurlijk heel veel jongens uit het buitenland gehaald met toch een behoorlijk aantal wedstrijden op het halve voetbalwedstrijden in de benen. Ik heb dat nou een paar in de Bundesliga of in de Eredivisie of in de Super League, noem maar op. Alleen de belangrijkste speler is nog altijd Diemers, denk ik, dat het een beste speler is. Alleen, ze hebben ook met Novakovic en Stokkers twee jongens die makkelijk scoren. En toch wat jongens aan de buitenkant die best behendig zijn. Met Semedo en volgens mij Lamprou. Ze hebben wel gewoon een prima team. En ze staan niet voor niks waar ze nu staan. Dat hebben ze ook zelf afgedwongen. Dus we kunnen ons bas wel nat maken. Hoe analyseer jij voor jezelf je tegenstander? Ja, weet je, ik kijk meestal even wat beelden. Kijk op internet. En zoals vorige week tegen Feyenoord, dan kijk je even wie staat er in de spits. Dat zal waarschijnlijk jouw tegenstander zijn. Vorige week speelden ze met twee, met Stokkers en met Novakovic. Daar kijk je even naar en ik vind gewoon, je moet even weten wat hij doet en voor de rest moet je gewoon je man uitschakelen en zorgen dat hij niet scoort. Het is alleen jammer dat het uitvaak morgen leeg blijft, hè? Hoe kijken jullie daar als spelersgroep naar? Ja, tuurlijk is dat jammer. Normaal is uitvaak goed gevuld en dat geeft ons altijd een enorme boost. Het zij zo, ik weet de reden daar niet precies voor en daar zullen ze wel hun reden voor hebben. Het is natuurlijk wel jammer. Ja, speciaal voor dan de 3 punten maar mee naar Groningen nemen. Ja, dat wordt wel een keer tijd en dan kunnen we het jaar toch nog een beetje goed afsluiten na een moeizaam begin. Ik denk als we mogen winnen, dat we in ieder geval redelijk bijstaan en dan kun je de tweede helft van de zondag voortborduren. Ja, ik wou net zeggen, het is echt belangrijk die 3 punten, dan hou je de aansluiting met de rest, anders kom je steeds verder achter. Ja, nee, eens. Kijk, natuurlijk, het is heel klein, als je 1 keer wint kun je zo 12 staan en als je 1 keer verliest kun je 18 staan. Dus ja, het zit dicht bij elkaar en we zullen morgen een stap moeten zetten om in ieder geval omhoog te kunnen kijken. Om die aansluiting te hervinden, zeg maar. Daar gaan we voor.